staan vandaag aan de officiële start van de herinrichting van de Capellalaan. De eerste fase is vandaag van start gegaan. Afgelopen week heeft de aannemer Beerle Wessem, die het project uit gaat voeren, het ketenpark ingericht hier bij het voormalig pand van Rooswinkel. Een centrale plaats binnen het project, van waaruit de directie wordt gevoerd, was er ook inloopuurtjes zijn voor mensen met vragen, waar tijdelijk geparkeerd kan worden en waar al het materiaal wordt opgeslagen. De eerste fase behaalt het kruispunt Prinses Beatrixstraat Koninginnenlaan. Dat zorgt voor een betere doorstroming van het verkeer en met name ook voor fietsers dat die veiliger over kunnen steken. Omdat met name het doorgaand verkeer doorgang moet kunnen vinden, is het opgeknipt in twee fases. We beginnen aan de westelijke kant van de Koninginnenlaan, waar we vandaag gestart zijn. Duurt ongeveer 2 weken. Vervolgens wordt de oostelijke kant van het kruispunt ingericht. En op het laatst, en dat is het weekend van 30 juli tot en met 2 augustus, wordt het kruispunt volledig afgesloten om de asfalteringswerkzaamheden in 1 keer uit te kunnen voeren. Dus met name het verkeer is een belemmering voor de werkzaamheden. Maar goed, daar moet rekening mee worden gehouden. En dat proberen we zo goed mogelijk te faciliteren.